Als je met twee voeten op de trap staat, dan kan je met één hand naar beneden, zet je voetje naar beneden. Maar altijd drie contactpunten. Ja? Ja. En dit is het verblijf van de officieren. Dit is eigenlijk een beetje hun woonkamer. Dus hier wonen zij, hier eten ze. Als ze een filmpje willen kijken, kunnen ze op de tv kunnen ze een filmpje kijken, spelletjes spelen. Maar er worden hier ook vergaderingen gehouden, briefings worden bijvoorbeeld ook op de televisie getoond. We vliegen nu eigenlijk door de boerwaskamer heen. De boerwaskamer is de plek waar we de torpedo's opslaan en ook daadwerkelijk af kunnen vuren. Nu gaan we naar boven, de commandocentrale. Dat is eigenlijk het kloppende hart van de onderzeeboot. Hier hebben wij een technische centrale en de commandocentrale in één, waar dus alle informatie van buiten wordt gecoloreerd. We maken eigenlijk gebruik van, als we op PD varen, dus op 17,5 meter van de periscoop. Dus dan heb je hier in ieder geval een mooi beeld. En op die manier kunnen we eigenlijk alles in de gaten houden, zowel op zee als op de kust. Indrukwekkend. Ik had het eigenlijk nooit verwacht dat ik ooit in een onderzeeboot zou kunnen komen met mijn klas. En ben ik wel eigenlijk heel blij mee dat ik dit ooit heb meegemaakt. Wat vond je het allermooiste? Het torpedo, het wapensysteem. Wat vond je zo gaaf aan? Hoe groot het was en kracht en dat soort dingen. Wat vind je het leukste aan uw werk? Het leukste vind ik teamwork eigenlijk. We zijn met 54 man aan boord. Iedereen is anders. Dat trekt me heel erg aan. Samenhorigheid eigenlijk. Het is gewoon een hele specifieke doelgroep waarin we mensen nodig hebben. En deze scholieren staan allemaal op dit moment voor de keuze van wat wil ik nou hierna gaan doen. En daarom is het denk ik een heel mooi moment om ze nu te laten zien dat dit bestaat. En dat we ze graag bij ons aan boord zien in de toekomst. Zou het iets voor jou zijn? Het is wel interessant, het is wel bij mijn lijstje van wat ik zou laten worden. Maar ja, misschien wel. Dan kan je zo lang je ouders niet zien en ja, dat ik weet niet. Zou dat iets voor jou zijn? Nee, echt niet. Ik ben erg zeeziek altijd, dus misschien is de lat nog wat beter voor me.